Deze beelden worden mede mogelijk gemaakt door bouwbedrijf Rotteveel en ictspecialist.nl. Vette Boer, ASV speelt vandaag met 1-1 gelijk tegen WSC. Een moeizame pot. Ja, dit was een graswedstrijd. Een hobbelig veld. Hele harde wind over de lengte van het veld. Dus dat betekent een keer voordeel en een keer nadeel. Nou, ik denk dat in alles wat je gezien hebt, dat het niet in ons voordeel was. En we brachten zelf gewoon helaas te weinig rust aan de bal. Je ziet heel veel wilde dingen. In de laatste fase nog een tackle binnen de 16. Dat je denkt, nou, je geeft bijna een penalty weg. Maar ook aanvallend gezien veel te wild. Eigenlijk niet rustig genoeg. Dat zie je dan toch, dat de onrust in de kop, dat we zo graag willen winnen. Want dat willen we. Alleen daarmee verliezen we wel wat rust, de compactheid. En dan lopen we zichzelf en elkaar eigenlijk even over de kop. Waardoor je een wedstrijd krijgt met een 1-1. Ik denk wel dat de goal van hun volgens mij was gewoon buitenspel. Maar goed, dan moet ik te veel beelden maar uitwijzen. En dat is wel zonde, want dat was eigenlijk hun enige kans in de eerste helft. Terwijl wij in de eerste helft toch nog wel wat situaties hadden. Maar goed, ik denk al met al, hun kunnen de 2-1 maken, wij kunnen de 2-1 maken. Dat we maar niet moeten zeuren. Dat dit is 1-1. Als je het zelf niet genoeg brengt, dan is dit de straf. Het enige waar je over kan zeuren is denk ik dat je Jonah van der Werf zo'n 10 minuten voor tijd verliest die in de reclameborden werd geduwd. Die kon niet verder, die geblesseerd aan zijn hand? Nou ja, hij heeft al een gebroken hand gehad. Maar nu was er een hele grote scheur in een van de vingers. En dat was niet te stoppen met geen verband. Het bleef bloeden. Je wou het laatste kwartier toch aanvallende spelen. Met twee spitsen en aanvallende middenvelden erachter. Ja, dat valt letterlijk weg. Omdat je dan met 10 man moet eindigen. Nou ja, zal met 10 man proberen we nog de winnende goal te maken. Alleen ja, daarmee is wel het plan wat je hebt. Toch wat meer rust aan de bal. Dat je Arjen kan zoeken, Marco kan zoeken. 1 in de diepte, 1 in de voeten. Ja, dan moeten hun keuzes maken. Nou, dat gebeurt natuurlijk niet. Omdat we zelf met 10 man kwamen te spelen. Dus dat is zonde. Maar goed, dat hoort ook bij voetbal. En we hebben in ieder geval met 10 man ook de 1-1 dan maar over de streep getrokken. Terwijl we eigenlijk bezig waren met de 2-1 maken. Maar goed, dat zou niet terecht zijn geweest. Dus het is jammer. Een wedstrijd in de wind. Een wedstrijd om een hobbelig veld. Voor hun was het ook zo. Alleen ik denk dat gezien hun speelstijl, dat het wat meer bij hun past. Nou ja, dus complimenten voor hun. Volgende week weer thuis. Dan Duno D. Die verliezen vandaag met 2-1. Die zijn een beetje in een dipje geraakt. Eigenlijk vanaf de wedstrijd de 0-0 tegen ons. Nou, dat is heel bijzonder. Als je kijkt naar die wedstrijd toen, dan vond ik hun zo ongelooflijk goed. Een heel groot deel van de wedstrijd werden wij gewoon weggespeeld. En pas in de eindfase kwamen wij ook wat opzetten. Nou, we waren toen blij met een gelijkspel. En toen heb ik ook gezegd, nou ja, kijkend naar de selectie, kijkend naar hun kwaliteit. Is dat een team voor het linker rijtje, zeg maar? Dan doe ik het netjes. Maar goed, dat blijkt dus toch iets anders te zijn. Al denk ik dat ze wel heel graag op ons mooie kunstgras voetballen, hoor. Dus ik denk dat ze ook graag willen voetballen met al hun ex-profs, al hun voetballende vermogen. Maar goed, wij moeten eens maar even herstellen. En dan op ons eigen veld weer wat meer brengen qua voetbal dan we vandaag hebben gedaan. Nou, succes met de voorbereiding. Ik wens Jona van der Werf beterschap. En tot volgende week in de thuiswedstrijd tegen Duno D. Dankjewel. Deze beelden werden mede mogelijk gemaakt door bouwbedrijf Rotteveel en ictspecialist.nl.